En op deze 45e staatkundige onafhankelijkheid hebben politici vandaag ook gevraagd om aandacht voor natievorming. Volgens hen is er nauwelijks sprake hiervan. Rassensentimenten staan natievorming in de weg. Dat zeggen parlementariërs Ansari en Harriet Ramdien. Een beroep naar de Surinaamse gemeenschap, naar de leiders, vooral naar de leiders hier in het land, om het voorbeeld te geven, hetgeen wat we jarenlang met pijn en moeite hebben opgebouwd, om die eenheid te vormen hier in het land, ja, het te behouden, te perfectioneren. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, vandaag aan de dag, af en toe heb ik het gevoel dat er wat rassensentiment die me natuurlijk verdrietig maakt. 45 jaar vandaag heb ik af en toe het gevoel dat onze soevereiniteit degelijk een deuk krijgt. Ga de geschiedenis na en dan kijk je waar we vandaag staan. Anno 2020, 45 jaar later, we zijn 45 jaar oud. De baby's van toen zijn nu 45 jaar oud. Hebben wij bereikt wat wij wilden, dan zeg ik heel klein beetje. Als mensen nu aan mij vragen, mevrouw Ramdien, hebben we natievorming? Dan zeg ik, we zijn op weg naartoe, maar we zijn daar niet. Waarom? Omdat je die rassensentimenten nog steeds ziet. En ik kan me niet voorstellen dat wij in een mooi land, waar dit land van ons allemaal zijn, het is niet van jou, het is niet van mij, het is van ons allemaal, dat we nog steeds haat zaaien onder elkaar. En dat is een van de punten die me na 45 jaar nog zorgen baart. Die sentimenten, die etnische sentimenten, dat is wat mij zorgen baart. Wij moeten harder werken aan een eenheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Zo creëren wij een natie waarop wij trots mogen zijn. Suriname behoort iedere Surinamer toe. Wij moeten daarom in vrede leven met elkaar. Dat zei vicepresident Ronnie Brunswijk. De vrede die wij altijd hebben ervaren in ons land, zullen wij onder alle omstandigheden moeten behouden, beleiden, beschermen en verdedigen. Een leven in de Republiek Suriname zonder eenheid en verscheidenheid, zonder vrede en verdraagzaamheid, zonder respect voor onszelf, voor elkaar en voor onze eenheid in verscheidenheid is een zeer ernstige situatie. Men zou het kunnen vergelijken met leven met een ongeneeslijk kankergezwel in het lichaam. Wel nu, die hoge prijs moeten wij als volk van Suriname nooit en ten nimmer willen of moeten betalen. Om alamala mustam brasa makandra likibrara nangasisa. Tafasi no de, wang mama wansranang.